Dit is het Paamei TV-journaal. Veel kijkplezier. We waren op bezoek bij Maximaal. Maximaal is een multifunctioneel gebouw waarin we samen zitten met het speciaal onderwijs, Matthäus School en het Rotterdam College, reguliere kinderopvang bij de hand en hun BSO. En daarnaast zit Paamei erin met het kinderdagcentrum BSO, het is een jongerendagcentrum 12+. Het belang van de samenwerking is dat wij eigenlijk gekozen hebben om met elkaar in één gebouw te zitten. Om zo alle kinderen te kunnen bieden wat ze nodig hebben. Het uitgangspunt is altijd geweest, we gaan via één deur naar binnen. En de kinderen lopen daarheen waar zij dat krijgen wat ze nodig hebben. Dus dat kan zijn dat we een stukje zorg naar het onderwijs brengen of een stukje onderwijs naar zorg. Vandaag hadden we wethouder Bert van den Burg aanwezig binnen Maximaal. Hij is wethouder onderwijs in Dordrecht. En ja, was ontzettend nieuwsgierig van hoe wij het concept hier hebben neergezet. Dat is mooi. Leuk. Interesse in, laten we zeggen, wat gezamenlijk gedaan wordt in onderwijs, kinderopvang, in zorg en onderwijs. En die interesse die bracht me hier. En wat contacten die via de heer Mercuur lopen, kwam ik hier terecht. Nou, ik vind het wel heel bijzonder vormgegeven. Er is goed over nagedacht om verschillende instanties bij elkaar te brengen. Die ook gebruik kunnen maken van gezamenlijke voorzieningen, gezamenlijke inrichting. En ze hebben goed nagedacht over hetgene wat er in onderwijs, in zorg, in opvang gezamenlijk ingericht kon worden. En daar hebben ze iets moois van gemaakt. Ik vind het echt indrukwekkend. Je hoort de laatste tijd heel veel over de buurtcirkel. Wat is de buurtcirkel? Je woont zelfstandig in je eigen huis. Je ontmoet veel nieuwe buurtgenoten en kunt samen leuke dingen doen. Je kunt bij elkaar terecht voor vragen of problemen. Je helpt elkaar. Zo heb je minder hulp nodig van ondersteuner. En niet te vergeten, in de buurtcirkel zet je je eigen talenten en vaardigheden in. Wil je meer weten? Ga dan naar www.buurtcirkel.nl. We hebben de mensen die meegewerkt hebben aan de kunstenaarsportretten gevraagd hoe ze het vonden. Hoe vond je het resultaat van de filmpjes? Ja, echt super gaaf. Het was echt super mooi in elkaar gezet. En de mensen zijn heel goed geportretteerd, dus dat was goed. Ik vond het hele mooie filmpjes geworden. Mooie portretten, maar het waren hele mooie mensen. Hoe vond je de samenwerking met Paamei TV? Ja, heel goed. Het was heel spontaan en werd erg op je gemak gesteld. Dat was heel fijn, want ik ben nog nooit op tv geweest. Dus. Ja, ik vond het echt hartstikke leuk. Je leert heel veel over dingen die je nog niet wist. Het was echt intensief, maar leuk. Ik vond het echt leuk. Hoe vond je het resultaat van de filmpjes? Oh, ik vind het wel leuk. Ik blijf toch blijven doen. Een paar vind ik helemaal goed. Ongeveer die van mij, Koen en Gietje en Bouten. En ook die van Hans en Ben. En die aantal vind ik wel helemaal goed gelukt van een aantal. Wat vond je van de samenwerking met Paamei TV? Verschrikkelijk. Was niet te doen. Echt, het waren allemaal van die boeren. En echt onfatsoenlijk, onaardig. En dat was verschrikkelijk. Ik kwam thuis vaak huilend. Moest mijn vrouw mij opvangen. Nou, die vond ik fantastisch. Ontzettend gelachen. Het was vaak wel dat ik dacht van nou, camerawerk helemaal goed. De geluidsman ook. Ja, af en toe zat de stekker er even niet in. En toch hoorde je waar het over ging. Rara, hoe kan dat? Ja, heel leuk. Heel leuk. Heel fijn. Vooral Marren was heel gezellig. En wat vond je van het eindresultaat van de filmpjes? Nee, ik vond het hartstikke leuk. Ik heb ontzettend, met heel veel plezier, heb ik met jullie gewerkt. We hebben nu een nieuwe rubriek, die heet Vraag en Antwoord. Hierin beantwoorden we vragen van cliënten. Deze maand vragen we ons af, krijgen we nog verhuisvergoeding? Dit wordt beantwoord door Jan Alblas. Kan een cliënt nog in aanmerking komen voor een verhuisvergoeding als hij of zij zelfstandig gaat wonen?
Nee, op dit moment kan dat niet meer. En waarom niet? Nou, we hadden, en dat was in 2015, een soort stimuleringsregeling met elkaar afgesproken. En die was bedoeld dat cliënten met een woonwens, dus cliënten die bijvoorbeeld in de beschermde woonvorm woonden, en de wens om zelfstandig te wonen, om dat te stimuleren, hebben we daar tijdelijk een potje voor gereserveerd. Dus, en dat was de verhuiskostenvergoeding. Nou, de nadruk op tijdelijk, omdat het eigenlijk niet de verantwoordelijkheid van Paarmeijer is, maar wel bedoeld om nogmaals die doorstroming naar een eigen woning te stimuleren. En dat bedrag kon worden aangewend voor bijvoorbeeld het aanschaffen van noodzakelijke zaken zoals witgoed, een koelkast, een wasmachine, et cetera, et cetera. En we hebben besloten om dat met ingang van 1 januari 2016 te stoppen. We hebben overigens wel, en dat vul ik nog even aan, besloten om dat niet van de een op het andere moment te stoppen. Je moet natuurlijk altijd wel een datum bepalen. Dat was 1 januari. En we hebben vervolgens geïnventariseerd voor welke cliënten er toezeggingen waren. Dus er is een groep mensen die nog op dit moment nog geen gebruik gemaakt hebben, maar die wel een toezegging hebben. Nou, dat zullen we respecteren. En op uw vraag waar cliënten dan wel terecht kunnen voor een verhuiskostenvergoeding of voor een vergoeding, dan moeten ze toch naar de gemeente toe. En wij hebben contacten met de gemeente en wij kunnen cliënten daar wel bij ondersteunen. En dat doen we ook graag. Wie kan een cliënt dan het beste hulp vragen als ze naar de gemeente willen voor zo'n aanvraag? Nou, dat kan bij of de arrangeur, hè, de functie die nu breed ingebed wordt in de organisatie, of bij de persoonlijk begeleider. Ik zou me vooral richten tot de arrangeur, of we hebben ook een aantal specialisten in de organisatie. We hebben het project Geld Telt. Dus daar kunnen mensen ook terecht. Nog een nieuwe rubriek is de tip van Paarmeijer TV. Als je in Rotterdam of in een van de randgemeentes woont, kun je als je laag inkomen hebt, een Rotterdampas aanvragen voor €5. De Rotterdampas is een echte aanrader. Zo kan je 1 keer gratis bij 3 bioscopen een film zien, gratis naar de Rotterdamse musea en goedkoop naar de dierentuin. Ook kun je een keertje gratis zwemmen. Alle informatie is te vinden op www.rotterdampas.nl vanaf 1 maart. Bedankt voor het kijken en like ons op Facebook.